Ja, je voelt gelijk een soort van lichte tinteling en echt wel heel snel nadat ik het heb gesnoven. Ik denk echt na 10 minuutjes voelde ik al een soort van mellowheid. Je snuift iets, het doet heel erg pijn, dus dan verwacht je een heel erg heftig effect. Maar het is best wel rustig. Het is een soort van leuk gouden randje, waardoor ik net even iets liever met mensen wil praten. Of ik heb net even iets meer zin in de avond. En al best wel snel dus dat effect. Maar ja, snuiven. Daar heb je er volgens mij. Gillian! Hallo! Oh god, lief. Nou hier voor de verzameling. Dankjewel. Hoe gaat het met je? Ja, beter nu. Ja? Ja. Maar hoe voel je je nu? Hoe is je lijf? Ja, door alle medicatie is mijn lijf al beter. Ik voel me gewoon fitter als dat ik was, ja. Ja? Ik was doodziek, ja. Maar hoe lang heb je hier gewoon überhaupt in totaal gelegen, in het ziekenhuis? Nou, vanaf vorige week donderdag ben ik hier weer gekomen. En daarvoor was ik 4 dagen thuis. En daarvoor 3 weken, dus in totaal Jesus. Een maand. Ja. Oh my god. Oké, maar nu ben je ontslagen. Ja. Het gaat hopelijk vanaf hier alleen maar omhoog. Ja, dat hoop ik ook. Zullen we lekker naar huis? Ja, dat lijkt me een goed plan. Okay. Zullen we dan misschien patatjes eten? Patatjes? Oh, wat chill. Ja, we gaan het vieren. Okay, kom, we moeten die kant op. Daar staat mijn auto. Mooi. Nou, wat is er allemaal precies gebeurd? Nou ja, ik werd maandag wakker met de pijn in mijn buik. En die pijn werd na een kwartier zo erg dat ik de huisarts heb gebeld. En daar kon ik meteen terecht. Ja, daar dachten ze dat ik galstenen had die door een buisje moesten gaan. Maar die pijn werd bij mij op een gegeven moment zo erg. Ik dacht, nou, wat gebeurt mij nou? En nou ja, door alle morfine spuiten bleef ik mijn pijn houden. En het was gewoon op een gegeven moment niet meer te doen. En toen hebben ze de ambulance gebeld. Toen ben ik met de ambulance naar het ziekenhuis gegaan. En daar kwamen ze er meteen achter dat ik mijn ontstekingswaarde tegen de 500 aan zaten. Dat is niet normaal, want het moet nul zijn. Okay. En ja, toen kwamen ze achter dus dat mijn alvleesklier ontstoken was. En na 3 weken kreeg ik te horen dat hij voor de helft was afgestorven. Ja. En dus dat is nu gebeurd? Ja. Dus voor de helft is die afgestorven, ja. Want ze hebben natuurlijk wel een hele checklist afgegaan van oké, waar komt het door? Komt het door alcohol? Komt het door roken? Komt het door medicijnen? Blablabla. Maar dat was het allemaal niet. Het was door 3MC en zij hebben daar onderzoek naar gedaan. Maar even, hoeveel heb jij gebruikt? Ja, ik heb wel veel gebruikt. Regelmatig, afgelopen paar jaar wel regelmatig. En wat is regelmatig? Ja, ieder weekend. En hoeveel festival. Gebruikte je dan? 4 gram op een avond. 4 gram op 1 avond? Jezus. Ja. Oké, bereid me voor. Wat staat er op de planning vanavond? Ja, we hebben volgens mij 4 gram 3MMC gehaald. We gaan gewoon een beetje zuipen, een beetje snuiven. Dus dat. Volgens mij zitten ze al boven, want ik hoor ze. Oh, dat was heel snel. Hey. Hallo. Hallo. Hoi. Hoi. Thanks dat ik hier mag zijn. Ja, Jurre. Hey. Hallo. Hallo. Ja, graag gedaan. Hi, ik ben Jurre. Hey. Hi. Hi. Yes. Hoe lang gaat dit nou duren, denk je? Ja. Niet heel lang. Ik denk dat ik het zo ook maar eens mee ga beginnen. Oh. En let je dan een beetje op hoeveel je doet? Of, nee, ik denk op gevoel. Ik kook ook altijd op gevoel, ik snuif ook op gevoel. Beetje hetzelfde idee. Oké. Nee, dit is wel een hele dikke dit lijn. Dit is wel heel veel. Iets minder.
Ja. Ik heb nu in de afgelopen maand wel 4 keer gedacht dat ik het niet zou overleven. Maar, oké, het is misschien heel lullig. Mm-hmm. Maar je hebt ook echt wel tering veel 3-MMC gebruikt. Ja, klopt. Je verdooft jezelf ook, hè. Dus in hoeverre kan je nog nadenken? Waarom deed je het zoveel? Ja, deels. Natuurlijk, je hebt er lol van. Ik heb er heel veel lol van gehad. Ja, ik deed ook gewoon om te verdoven. Om soms gewoon eventjes gewoon een keer niks te voelen. En niet over na te hoeven denken hoe kut soms dingen zijn. Maar en had je niet soms wel eerder het gevoel dat je dacht, dit is slecht voor mijn lijf? Nee. Ja, tuurlijk. Je weet dat je zooi in je lijf stopt. Daar ben je wel even bewust van. Maar ik heb nooit eerder pijn gehad. Ik heb nooit eerder wat in mijn buik gevoeld. Het was gewoon zo acuut. Het is gewoon een opstapeling geweest. En die vrijdag, voordat dit gebeurde, heb ik dus nog een klein beetje 3M gehad. Dat was gewoon een druppel. Dat heeft gewoon de das omgedaan. Oké. Ik ga even friet halen. Ja. Blijf jij hier zitten? Ja, is goed. Zo terug. Joe. Er zijn heel veel gevaren gelinkt aan het gebruik van 3-MMC, van zowel kleine als grote. Wat kleinere gevaren zijn bijvoorbeeld verhoogde bloeddruk, hartkloppingen, pijn op de borst, verhoogde lichaamstemperatuur, maar ook bijvoorbeeld dat je opgefokt voelt en geagiteerd en ook wel hallucinaties. Maar het kan ook wel erger worden, zoals bijvoorbeeld orgaanfalen, psychoses en zelfs ook wel de dood. Over het algemeen wordt gezien dat wanneer mensen drugs in combinatie gebruiken met bijvoorbeeld alcohol, GHB, ecstasy of ketamine, dat de effecten ernstiger zijn. En dat je dus ook kans hebt dat je vaker in het ziekenhuis komt. Proost! Op jou! Want hoe was het dan voor jou de eerste keer dat het zeg maar zo misging met haar? Ja, dan ben je eerst boos. Ik heb gelijk toen haar vriend gebeld. Weet je wel, je hebt tegen me. Waarom lig je tegen mij? Je weet dat ik er open over ben. Je kunt alles met me delen. Dus ja, je kunt dan denken van, hoe kun je zo stom zijn? Maar ook dat heeft geen zin om te zeggen op dat moment. Want het is al gebeurd. Ja. Ik heb van dichtbij gemaakt als kind hoe het is als iemand verslaafd is. Dus dan als dan je dochter... Ik vind verslaafd een groot woord, want zo zag ik het eigenlijk. Sorry, moet ik even van huilen? Ja. Hoezo? Ja, gewoon... Dat is best wel heftig om dat te beseffen, snap je? Ja. Gewoon, tuurlijk heb ik lol gehad, maar ik heb ook echt heel veel, ben ik er uitgevlucht daardoor, snap je? Om soms gewoon even niks meer te voelen. Ja, maar ben je niet kapot geschrokken gewoon? Ja, tuurlijk ben ik me kapot geschrokken. Ja. Maar vooral, ik ben me geschrokken omdat... Ze mij altijd maar wijs maakte, ik doe het af en toe met vrienden, weet je. En dan hoor je dat het gewoon echt systematisch bijna iedere week is. Waarom nou 3-MMC op zo'n avond als dit? De handen mogen los. Ik denk vooral omdat het makkelijk is om aan te komen. Dat is gewoon mijn eerlijke antwoord. Je kan er makkelijk bij, dus. Ja, nou. Het is niet per se heel, ja, heel, heel duur. Ik word er een beetje scherp van, dus dat is een beetje dat effect van die coke en dan... Het effect van de ecstasy of MDMA is dan dat je een beetje strak gaat staan. Ecstasy is dan niet zo heel duur, maar coke wel. En dit zit er een beetje tussenin. Er is heel weinig bekend over de gevolgen van designerdrugs, omdat er zo ontzettend veel op de markt zijn. Op dit moment zijn het er al meer dan 1000. En elk jaar komt er iets van 70 bij. Het is niet mogelijk om al deze drugs stuk voor stuk te gaan onderzoeken. Dat kost ten eerste ontzettend veel tijd en ontzettend veel geld. Dus wat er meestal gebeurt is, er wordt gekeken naar welke drugs worden het vaakst gebruikt of bij welke drugs gaat het meest mis. En dan ga je die onderzoeken. Hoe
hoe denk je nu over 3MMC? Ja, weg ermee. Ik lach weer, maar echt, ik zal dat niet meer doen. Nee, ik lach er nu al, maar het is... Ik weet dat ik het zelf mezelf heb aangedaan, maar iemand anders kan het nu ook gewoon gebeuren. Snap je? Diegene die nu zit te kijken en denkt van... Shit, ik heb afgelopen weekend het ook gedaan. Stop er alsjeblieft mee, want dit wil je gewoon niet meemaken. Je wilt niet vier keer in vier weken het gevoel hebben dat je doodgaat. Dat wil je gewoon niet. Dat is gewoon, je moet gewoon voorzichtig zijn met je lijf. Ja, maar ben jij niet een uitzonderlijk geval? Want je gebruikte het echt zo onmogelijk veel. Ja, nou ja, ze zei dat iedereen het, mijn artsen zeiden dat iedereen het kan gebeuren met deze zooi. Ja. Dus of je nou... Je het niet eens veel voor te gebruiken. Nee, het is gewoon troep. Ben je bewust van de gevaren die kunnen gebeuren bij designerdrugs? Ja, dat wel. Want het is natuurlijk... 3MMC is vrij nieuw, dus we weten nog niet alle side effects en de langdurige effecten en dat soort dingen ervan. Jullie hebben het wel snel achter elkaar. Klopt, maar dat komt ook omdat we wel, denk ik, heel ervaren zijn. Het is een research chemical, dus het is wel nieuwer dan gewoon de reguliere ecstasy die al heel lang bestaan. Ik denk dat het ook leuk maakt, dat het zeg maar iets nieuws is. Er is weer iets nieuws op de markt gekomen, weer iets nieuws wat je kan proberen, weer iets anders. Ja, ik vind dat leuk. Ik vind dat leuk, juist die spanning hebben en dat nieuwe gevoel. En ik wil gewoon zoveel mogelijk maken van mijn leven en ik wil geen spijt hebben naar de hand. Is het niet erg dat ze in het gesprek dan straks zien dat je hebt gebruikt? Of nee, waarom zou ik er toe gaan? Ze weten toch dat ik gebruik?